Helmersport is begonnen aan de voorbereiding voor een nieuwe seizoen. Torenhoge ambities zijn er. Een flinke smaak nieuw budget en een hoop nieuwe spelers. Voor het eerst in jaren zitten er 4 Helmonds in de selectie. Met die jongens gaat Helmersport proberen hoge ogen te gooien dit seizoen. Sanne Vrijke, je voetbalt al een paar jaar bij Helmersport. Veel nieuwe spelers gehaald. Veel ambitie. Hoe zie je het volgend seizoen voor je? In ieder geval wat ze nou allemaal hebben gehaald is wel ja, top. Dat er in één keer dit kan gebeuren hier in Helmond is wel mooi. Alleen goed, het wordt alleen maar lastiger. En ik zal mijn stinkende best moeten doen om een plaatje te mogen bemachtigen. Dylan Verdiepen, 18 jaar, net getekend. Groot talent, echte Helmondse jongen. Maar voor het grote publiek denk ik nog een beetje de onbekende. Kun je misschien vertellen wat voor voetballer je ongeveer bent? Ik ben links of rechts buiten. Ik heb redelijk wat tempo in mijn spel. Gewoon snel, goed schot. En verrassend veel voor de verdedigers. Is dat eigenlijk. Wassim Essanoussi, 18 jaar, van VVV naar Helmersport gekomen, terug op je geboortegrond. Wat doet dat met je om een Helmond te voetballen? Zoals je zegt, ik ben weer terug in mijn eigen stad, waar ik geboren ben. En gewoon even je eigen omgeving is toch wel zeker fijn. Bram van Vlerken, 26 jaar, terug in Helmond sinds 2011. Hoe voelt het om hier eindelijk op stadion De Braak, of GS Staalwijker Stadion, hoe voelt het om hier te staan nu? Ja, voelt goed. Ik ben blij dat ik hier ben en dat ik weer lekker in mijn eigen stadje ben. Ik woon hier nu ook weer, dus voor mij voelt het wel een beetje als thuiskomen inderdaad. Zeker. Ja, want je zat hiervoor heel lang bij Almere. En waarom is het eigenlijk nooit zo ver gekomen dat je eerder bij Helmersport terecht bent gekomen? Omdat ik had bepaalde ambitie en die dacht ik bij Almere te bewerkstelligen. Ik moet zeggen dat ik daar ook gewoon een goede tijd heb gehad. Een aantal keer hoog geëindigd op de ranglijst. Dus ja, al met al denk ik achteraf gewoon een goede keuze geweest. Jammer dat we die stap met Almere niet omhoog hebben gezet. En destijds daardoor die keuze gemaakt, omdat Helmond op dat moment natuurlijk wat lager op de ranglijst stond. Je gaat toch ook voor je ambities. Maar nu is het een mooi moment om met Helmond Sport de ambities van de club na te gaan streven. Merk je ook al op de training dat het niveau omhoog is gegaan nu? Ja, tuurlijk. Ja, we zijn pas 2,5 week onderweg. Maar goed, de nieuwe jongens die erbij zijn, merk je gewoon vooral de individuele kwaliteiten. Die zijn gewoon beter dan de afgelopen jaren. Ja, en dat zie je. En dat komt terug in scorend vermogen en ja, de rest eigenlijk. Dus ja, je ziet wel flinke verbetering. Vorig jaar bij Gemert gespeeld. Ging heel goed, hè, volgens mij. Ja, eerste seizoen zelf was het een beetje wennen, want het is het eerste jaar dat ik echt in het eerste niveau speelde. Maar eigenlijk ging dat gewoon goed voor mijn verbazing zelf. En dan kwam ik tweede seizoen zelf gewoon als basisspeler terecht. En daar heb ik de chemische aanhang wel achter me kunnen krijgen. Ja, je bent best wel een grote naam eigenlijk hier al binnengekomen. Hè? Veel mensen kenden jou in de stad. Voel je daar ook veel reacties gehad? Jazeker, ik heb vooral positieve reacties gehad. En het is toch wel fijn dat dat de mensen ook gewoon in je geloven. Je bent de jongen van de stad en je gaat voor Helmond Sport voetballen. Dus ja, dat is misschien wel het mooiste wat er is dan. Als je echt bij Helmond Sport voetbalt en je komt uit Helmond, dan wil je natuurlijk ook gewoon laten zien wat je kan. En dat is ook de bedoeling. Ja, ik moet zeggen, het niveau op de training is gewoon goed. Als ik dat ook vergelijk met Almere waar ik dan heb gezeten. En ik heb er gewoon heel veel vertrouwen in. Veel aantal nieuwe jongens. De trainer is duidelijk. Er is gewoon echt wat je ook zegt, ambitie. En ik heb gewoon echt goed gevoel dat we die ambitie gaan waarmaken. De laatste tijd was jij eigenlijk een van de weinige Helmondse jongens. Ja. Nu zijn er in één keer 4. Ja. Wat denk je dat dat met de club doet als Helmersport? Dat er weer veel Helmondse jongens in het team zitten? Ja goed, dat is altijd ook het doel geweest van Helmond Sport zelf. Om zoveel mogelijk jongens uit de buurt en het liefst natuurlijk uit Helmond in de selectie te hebben. Ja, ik denk dat ook voor de supporters en iedereen dat daar gewoon mooi is om dat te zien. Natuurlijk is Wassim nou terug, Bram en Dylan. Ja. En, ja, het is ook iets om trots om op te zijn als Helmonder zijnde. Dat er toch 4 nou in het eerste elftal zitten. En hopelijk in de jaren nog meer. Droom om altijd profvoetballer te worden. Dat is nu gelukt. Hoe voel je je daarbij? Ja, goed. Dat is mijn eerste doel dat ik nou bereikt heb. En nou, tijd om nieuwe doelen te stellen voor deze club. En wat zijn die nieuwe doelen? Heb je die al een paar? Het eerste is gewoon fit worden. Fit blijven natuurlijk. En daarna zoveel mogelijk invalbeurtjes. En dan proberen we met Helmond iets moois neer te kunnen zetten. En dit shirtje, Helmond Sport shirtje rood, zit dat nou beter als dat shirtje van VVV? Of?
Ik zeg je eerlijk, ik vind het rood wel mooier staan dan geel. Want geel is een beetje te opvallend of zo. En het ziet goed zoals je zit. Zou je iets willen zeggen tegen de Helmonden van waarom moeten ze nou komen kijken, Diana Helmersport? Ja, ik denk dat we net al een paar keer hebben gezegd. Er is ambitie binnen de club. Dus waarschijnlijk gaan de resultaten beter zijn dan wat ze gewend zijn de afgelopen jaren. Ik snap dat het voor de mensen ook niet altijd even makkelijk was. Die hier heel veel met hart en ziel op tribune zaten de afgelopen jaren. Ja, is dat gevoel natuurlijk wat minder geweest. Maar ja, als wij met z'n allen op het veld laten zien dat wij resultaten willen halen. En dat we dat ook gaan doen. Dan is het denk ik voor de mensen ook leuk om hier op vrijdagavond een mooi avondje te beleven. En die mensen hebben wij ook hard nodig om die resultaten te halen. Merk je daar iets van dat meer leeft in de stad ook al of dan nog niet? Jawel, ik heb wel appjes en berichtjes op Instagram of zo heb ik wel gekregen dat mensen daar gewoon heel positief over zijn. Tuurlijk, ik denk nog dat het nu nog wat minder is, maar ik denk als het seizoen begint dat het alleen maar meer wordt. En dat is Eredivisie halen, denk ik, of niet? Ja, dat is wel de bedoeling. Of dat lukt dit jaar, moeten we nog kijken. Maar ik denk met deze aanhang die we nu bij Helmond hebben en met de spelers die we gehaald hebben, dat er wel een mogelijkheid in zit. Hij gaat jouw oude team ook tegenkomen dit jaar. Heb je dan nog, wil je dan extra laten zien nog ook? 19 januari, als het goed is, heb ik al opgezocht. Uit tegen VVV in de Kool. Dus wat een leuke wedstrijdje. Dan staat ze wat te wachten daar in Venlo? Daar moeten ze van uitgaan, ja zeker. Ja, je bent een van de vier Helmondse voetballers die nu bij Helmersport voetballen. Waarom moet de Helmonder nou naar Helmersport komen kijken dit seizoen? Ja, ik denk we hebben gewoon een fantastisch team nu. We hebben wat nieuwe spelers gehaald en de sfeer zit er gewoon goed in. En ik denk dat wij gewoon mooie prestaties op het veld neer kunnen zetten. Hey, je neefje voetbalt ook bij Helmersport, hè? Die is Tariq Essakati, die is pas 16, die heeft zijn debuut al gemaakt. Droom je er nog van om samen met hem in het eerste te voetballen hier? Zeker. Als die kansen en mogelijkheden zou zijn dit seizoen, dan zou het zeker heel mooi zijn. Waar is nou echt de droom om met Helmersport te bereiken? Ja, dat is eigenlijk een inkoppertje als je hem zo stelt. Maar promoveren zou natuurlijk geweldig zijn. Maar we moeten ook niet te hard van stapel gaan lopen. Er is nu veel nieuwe spelers. Ja, het zal afwachten hoe dat met elkaar klikt. Hoe dat zeker in de beginfase allemaal gaat. Maar ja, we hebben gewoon goed gevoel erbij. We hebben er vertrouwen in. We gaan ons stinkende best doen en dan zien we waar het schip gaat stranden. Ja, iedereen heeft zijn eigen weg, snap je. Dus het kan snel gaan als je het goed doet. Dan, iedereen heeft zijn eigen weg, zoals ik zeg. Dus, En heb je zelf al nagedacht over die weg, misschien iets wat je wil bereiken met Helmersport? Ja, tuurlijk. Vooral nu dit seizoen. De plannen wat ze hebben. En, ik denk dat we gewoon als team erin moeten geloven dat we gewoon voor elke wedstrijd voor de 3 punten moeten gaan. En, ik zeg niet dat we meteen kampioen moeten worden of zo, maar we moeten wel gewoon ons best doen en proberen om gewoon niet onderaan te staan. Gewoon echt onze club op de ranglijst te zetten. Dus gewoon Helmond een mooi seizoen geven, zo hoog mogelijk eindigen. Ja, zeker, 100%. En gaan we dan naar de Eredivisie toe, Sander, denk je? Ja, het zal mooi zijn, tuurlijk. Als je kijkt hoeveel teams er nu bij ons in zitten, dat zijn niet de minste. Maar goed, kijk wat wij nou allemaal daar op het veld hebben staan. Dan zouden we zomaar een verrassing in kunnen zitten, ja.